Goedenavond, mag ik 2 friet met? Ja, tuurlijk. Voor wie? Voor mezelf en voor Mariano Bombarda. Ach, die voetballer, oude voetballer van Willem 2. Ja, nou, een frietje met Mariano Bombarda. Ja, Mariano, hoor allemaal niet zo heel veel van je. Hoe is het met je? Nou, goed. Hartstikke goed. Ja? Ja. Gewoon lekker zijn gangetje, lekker rustig. Ja, lekker rustig. Minder media-aandacht, dat zie je. Dus ja, dat scheelt ook. Ben je nou net een beetje het type voetballer dat lekker in de luwte wil leven en ook geen trainersambities heeft? Ja, eigenlijk, zo kan je het wel zeggen. Want eigenlijk, ik heb geen trainersambitie. Dus ik heb wel een paar diploma's gehaald om te kijken hoe het was eigenlijk. Maar ik heb toch gekozen voor een andere carrièrepad, om het zo te zeggen. Waardoor komt dat? Dat je geen trainersambitie hebt? Ja, hoe komt dat? Ja, eigenlijk. Je gaat kijken van hoe leuk vind ik dat. En dat is wel leuk om te doen hoor. Maar er komen natuurlijk heel veel dingen bij kijken. En ook, er gaat heel veel tijd in zitten. Kan je niet combineren met andere dingen. En dat vond ik wel lastig, dus heb ik voor gekozen om het niet te doen. Hoe kijk je naar Willem II dit seizoen? Ik vond ze heel goed beginnen. Ja, de eerste paar wedstrijden heb ik niet gezien, maar daarna voor Heracles thuis bijvoorbeeld van heel goed spelen. En zelfs andere wedstrijden uit tegen Fortuna vonden ze ook goed. Daarna is het duidelijk minder geworden. Ja, dat zie je toch wel. Waar ligt dat aan, denk je? Waar dat ligt? Ja, dat is een goede vraag. Maar wat ik gezien heb, is dat natuurlijk qua niveau zijn ze een stukje teruggegaan. Ze hebben genoeg gescoord, maar je krijgt er veel tegen. Dus ja, uiteindelijk. In de balans is het niet helemaal goed. Ze hebben nu de Franse zoon nu en die doet het prima. Dus ja, dan volgens mij ligt het daar niet aan. Wat vind je van hem? Nou, ik vind hem. Hij doet natuurlijk hartstikke goed voor de club. En als je kijkt naar hoe hij in de 16 is, hij natuurlijk slim. En hij maakt ze goed af. Dus dat is daar kan je niks van zeggen. Wat zou jij Franson nog bij kunnen leren, denk je? Ja, ik zou hem nog een paar aardige trucs kunnen leren. Zoals? Zoals bijvoorbeeld zijn dingen die altijd, maakt niet uit hoe goed je het doet. Je kan altijd dingen beter doen qua looplijnen, qua de draaischieten bijvoorbeeld. Ja. Dat zou je ook op kunnen trainen. Schijnbewegingen, dat soort dingen. Dus daar kan je aan thuis een paar dingen van opsteken. Dus Franson moet beter leren om zijn kont te gebruiken. Net als Mariano Bombarda. Dat kan ook. Als hij dat nog erbij gaat doen, dan wordt hij alleen maar completer. Willem II heeft het natuurlijk wat lastiger de laatste paar weken. Hoe kan Adrie Koster het nou weer een beetje op de rit krijgen, denk je? Nou, ik zou beginnen met, waarschijnlijk doet hij dat ook, met proberen minder goals tegen te krijgen. En misschien iets meer op middenveld, iets verdedigend. Dus wel met een team, maar met 2 6'en die wel echt heel veel verdedigen zijn. Ja. En veel opvangen voor Crowley. Ja, en dan PSV. Die speelde natuurlijk woensdagavond in de Champions League tegen Barcelona. Mariano, wat vond je ervan? Ik vond ze goed spelen. Ja? Ik vond ze goed spelen. Ze speelden natuurlijk tegen de top van de wereld. Misschien een van de allerbeste ploegen. En toch veel goede kansen afgedwongen. Beetje pech met paal, lab. En goed, uiteindelijk. Hebben zij natuurlijk Messi, waar die gewoon even een verschil maakt. Wat een fantastische goal. Helemaal niet gezien. Ik zag hem helemaal niet en opeens was hij er weer. Maar goed, dat is niet onbekend. Je hebt zelf ook nog in de Champions League gespeeld. Ja. En nog zelfs gescoord. Al na, was het, 31 seconden? Ja. Wat weet je daar nog van? Ja, ik moet zeggen, dat is een van de meest frustrerende wedstrijden in mijn carrière, moet ik zeggen. Ja, hoezo? Omdat we uiteindelijk toch verloren met 4-3. En dat was totaal onnodig. Totaal onnodig, omdat je. Ja, we gewoon fantastisch. We stonden op een gegeven moment 3-1 voor. En dan denk je, nou gaan we het uitspelen. En dan kwamen hele gekke dingen bij. De fout van de keeper, penalties en verloren met 4-3. Ja. Dat was echt. Heel frustrerend. Ja, heel frustrerend, ja. Dan speelt PSV dit weekend tegen Feyenoord, de topper. De nummer 1 tegen de nummer 3. Jij hebt nog een verleden bij Feyenoord. Hoe kijk je daar naartoe? Ja, als ik kijk hoe ze spelen. Zou ik PSV invullen. Ja. Maar uiteraard wil ik dat niet. Nee, je hebt nog echt het Feyenoord gevoel? Ja, dat heb ik zeker. Dat heb ik zeker. Dat is natuurlijk. De Kuip is sowieso fantastisch. En
Als je daar Champions League, Europees voetbal meemaakt, Nederlands elftal, nou, dan vergeet je dat nooit meer. Ja, bij NAC gaat het niet echt lekker dit seizoen, hè? Nee, dat klopt. Ze staan beroerd voor. Ja. Ben je nou echt een oud Willem II-speler die anti-NAC is, of hoe kijk je daar naartoe? Nou, echt anti-NAC ben ik ook niet. Nee. Nee. Het is, de rivaliteit is mooi. Maar dat is echt voornamelijk, je moet ze erbij houden, want dan krijg je de derby. Voor de supporters, voor de stad, voor Tilburg en Breda zijn natuurlijk iedereen is gek op. Dus ja, als je dat weghaalt. Ben je een frietliefhebber? Ja. Beetje vernederlands ook wel. Ja, dat is een van de eerste dingen die je leert. Ja, friet eten, dat is het eerste wat je leert? In Nederland wel, zeker met mij en zo.